bovenal is Danielle Brown degene die als antropologe, corporate antropologe, die corporate antropologie echt in Nederland op de kaart heeft gezet en waardevol heeft gemaakt. Ze is de schrijver van het boek Patronen, van meerdere boeken. Patronen was binnen de kortste keren terecht een bestseller, want je hebt er veel aan als je het leest. Als een Himba-vrouw in verwachting is van een kindje, dan trekt ze zich terug om na te denken over een levenslied. En dat levenslied, dat maakt ze, dat componeert ze speciaal voor haar kindje. En als ze baringsweeën heeft, het kindje wordt geboren, dan zingt ze het levenslied. En later in het leven, als er iets is met het kindje, of het kindje bereikt een bepaalde leeftijd, of later in het leven van een volwassen vrouw, en die volwassen vrouw die is in de rouw, omdat ze zelf een kindje verliest, omdat iets anders aan de hand is, of er gebeurt iets heel moois, of ze trouwt, of als ze ooit ziek is en overlijdt, dan wordt haar levenslied gezongen. Om haar continu te herinneren aan wie ze is. Dus elk Himba-kindje wordt omringd met het levenslied wat je al van voor je geboorte zo bij je hebt. Dus we gaan naar Ocean. Daar is het echt heel mooi om eerst eventjes door alle gangen zo te lopen en te kijken naar de vissen en de haaien. En die te observeren en eens even te kijken wat dat zo bij je oproept na mijn verhaal van zometeen. Wat er gebeurt is dat wij mensen hebben neuronen en aan het einde van die neuronen zitten synapjes. En daarmee kunnen zenuwen met elkaar communiceren, kunnen we informatie door ons hoofd en door ons lijf laten gaan, met anderen communiceren. Alleen die dingen, dat zijn een soort knokkelvuistjes, die sluiten niet zo goed aan, zoals je hier ziet. En die communiceren met elkaar omdat ze energie sturen. Ze communiceren met elkaar door energie. Daardoor zenden ze, zeg maar, informatie, wisselen ze uit. En omdat die dingetjes niet helemaal sluiten, heb je altijd een soort lekkende synapsen. Dus er lekt synapsenvloeistof. En als ik dan op maandagochtend door mijn gang loop op mijn werk, dan vang ik dus eigenlijk lekkende synapsenstof, chagrijnigheid op. Dus ja, het klinkt ook ontzettend goor, van hè, wil je even je lekkende synapsen dicht houden. Maar ja, zo kan je het ook verklaren. Dus je kunt daar mooie spirituele verklaringen aan geven. En je kunt zeggen, nou ja, ik vang. En zeker als je daar wat gevoeliger voor bent, als je daar wat meer voor open staat, of je maakt er je beroep van, als antropoloog of psycholoog of wat dan ook. Of je bent gewoon een wat gevoeliger persoonlijkheid, dan heb je misschien eerder last van de lekkende synapsen van anderen dan een persoon die daar wat minder open voor staat. De oude man zei iets, maar heel zacht. Rumi kon hem niet verstaan. Hij moest van zijn theologenezel afstappen. En de oor te luisteren leggen bij de oude man. En toen hoorde hij de oude man in het Perzisch mijmeren. Wij zijn gewend om geluk en beloning van buiten te verwachten, om verlossing van buiten te verwachten. Er moet hulp komen. Maar misschien kan je zelf ook meer. En ik heb zelf uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat discipline, maar ook zingeving, wezenlijk is om te overleven. Dat is niet zomaar een uitspraak. Discipline en zingeving zijn de roeispanen waarmee wij het moeten redden. Ben je een gelukkig mens vandaag, Danielle? Want jij bent de aanstichter van alles.
Ik ben een enorm gelukkig mens. Ik vind het heel bijzonder dat als je een niet zo doorsnee congres organiseert met niet dezelfde soort vijf sprekers, dat mensen komen naar waanzin en naar muziek en kunst en naar heel veel leren in workshop, ook durven naar jezelf te kijken hoe het zit met oude patronen enzovoort. En dat we in deze tijd van waanzin, dat iedereen snapt dat het handig is als een psychiater er iets over vertelt. Ik ben intens gelukkig en dankbaar dat het mocht. Sherwin.